Hallo, hallo, hallo! Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een filmpje van mijn nieuwe make-up producten van de Action voor je. Ik ben gisteren hulppietje geweest, dus ik heb her en der nog wat zwarte vegen in mijn gezicht, mijn oren, mijn ogen en ik krijg het gewoon niet goed weg. Maar dat terzijde. Action heeft allemaal nieuwe make-up en ook echt wel een best wel uitgebreide lijn. En dat wil ik vandaag graag aan je laten zien. Hoe het daarmee staat. De eerste is, ik probeer hem open te maken. Maar ik laat het eerst gewoon zien. Daarna maak ik het er open. De Maximal Minimal Powder Foundation. Dit is dus een poeder foundation. En dat vind ik heel leuk. Want Maximal heeft wel gewoon zo'n compact powder, zeg maar. Maar nooit zo'n foundation gehad. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is kleur 01 Fair. Dan had ik een 02 Medium. Daar heb ik ook over zitten twijfelen. Maar die was ietsjes te roze en... ja, ik dacht dat het niet zo goed zou matchen. Dus deze, die was trouwens, zal ik even de prijs opnoemen. Die was 1,50, 1,49 om precies te zijn. Ze hebben ook voortaan een concealer, een vloeibare concealer. Highlighting concealer heet die ook gewoon. Dit is ook de kleur 01 Light Beige. En voor een concealer mag er wel wat lichter zijn. Dus hier was ik ook benieuwd naar. En deze kostte... ook 1,49. Dan hebben we een mascara. En dit is een mascara in twee delen. Gewoon de kleur black. Een 1 en een 2. Ik denk dat je dan 1 eerst op moet doen en 2 daarna. Ik heb geen idee of die dan wit is of hoe dat er dan uitziet. In ieder geval was ik hier ook benieuwd naar. En dit is ook van een nieuwe subline. Want eerst had je die fashion... dinges, ook van de Action, maar die heet nou geen fashion dinges meer. Die heeft gewoon geen naam. Maar deze was ook 1,49. Nou, dat is populair dat het merk, of dat die prijs 1,49. En dit is dus merkloos. Die andere zijn van Maximal en deze is merkloos. Dan hebben we twee lipstickjes en ook van die nieuwe lijn. En deze heet Lil Lipstick. Plus vitamine E, long lasting en soft lips. Een donkerroze en een lichtroze kleurtje. En die moest hydraterend zijn. En langhoudend. Ja, long lasting, had ik al gezegd. En die was 99 cent. Dus 50 cent per lipstick. Ook dat nieuwe submerk. En de leukste twee dingen vond ik wel deze. Er lagen twee paletjes. Dit is het Shape & Blush palette. Er zitten dus kleuren in om te shapen en om blush aan te brengen. En hier zitten dezelfde kleuren in als daar qua blush. Maar hier zit een bronzer bij en kleuren oogschaduw. Een roze triootje, bruin triootje, blauw triootje en grijs triootje. Vind ik heel leuk om lekker mee te experimenteren. Ik ga het even allemaal uitpakken en dan ga ik het aan je laten zien. Ik sta voor laten beginnen. Ik heb alles even uitgepakt. Ik begin even met de concealer. Want het is dus een poeder foundation. En daar kun je dan geen vloeibare concealer meer overheen doen. De verpakking is leuk. Hij voelt niet heel goedkoop aan of zo. En het is gewoon zo'n draaisysteem. Max. Ik ga ermee gooien. Maximal staat erop. Weet je overigens wel zeker dat je mijn filmpjes zit te kijken als ik mijn ding aan het smijten ben. Dit kan 6 uur duren. Voordat er iets uitkomt. Dan komt dat uit. Yes. Het is blank. Dit is de kleur. Het is niet heel erg oplichtend of zo, maar het is wel een mooie lichte kleur. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd. Dan pak ik even mijn spiegeltje erbij. Wel een beetje dikkig voor een vloeibaar concealer. Maar ja, ach ja. Het kwastje prikt wel. Maar dat is wel één ding wat me meteen opvalt. Ik doe dit altijd lekker met mijn vingers. Ik heb hem even helemaal uitgeblend met mijn vingers. Ik vind hem eigenlijk aardig goed. Kijk, ik zie nog steeds blauwe vlekken onder mijn ogen. Maar dat heb ik ook bij duurdere concealers. Dat hij dat niet helemaal weghaalt. Ik vind hem voor die 1,50 echt heel erg goed. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe hij het op de langere termijn doet. Of die dan ook goed blijft zitten en niet in de lijntjes gaat trekken. Maar voor nu ben ik heel tevreden. Hij geeft ook een heel mooi oplichtend effect. Dus leuk. Deze doet het goed. Gaan we over op de foundation. En ik denk poeder op poeder kan wel. Het is, de crème was nou niet zo handig geweest. Er zit een leuk kwastje bij wat ik denk dat niemand gebruikt.
Ik zit even te winkelen hoe ik dit dus eraf moet krijgen. Jee, 6 weken later heb ik hem open. Ik vind de gaten vrij groot. Ik denk niet dat je het hiermee iets subtiel aan gaat kunnen brengen. En ook mijn nagellak is helemaal verpest. Dat vind ik altijd zo jammer dat ze daar dan geen rekening mee houden dat mensen nagellak dragen die dit gebruiken. Althans, een aantal. In ieder geval ga ik het even wat op mijn hand doen. Een beetje zorgen zodat het in mijn... Oeps, kijk, zie je? Die gaten zijn echt veel te groot. Ik zit alweer helemaal onder. Nou ligt dat niet per se aan die gaten, want ik zit altijd onder met dit soort spullen. Ik wou het even een beetje op mijn hand doen, dat je het kan zien. Er is weinig van te zien. Ik denk niet dat je het ziet. Maar dat wil wel zeggen dat de kleur op mijn hand in ieder geval heel erg goed is. Ik ga het eventjes op mijn gezicht aanbrengen met mijn Zoeva kwast. Oh jongens, dit is poederig. Dan ben ik weer. Ik heb het eventjes goed uitgeblend. De dekking is 0,0. Hij dekt echt niet goed. Maar ik denk dat je dat ook niet moet verwachten van zo'n product. Het matteert wel goed. Ik bedoel, ik had best wel wat glim en glans op mijn hoofd en op mijn neus. En op zich is dat wel goed weg. En ook onder mijn ogen, de concealer zet die ook heel erg goed. Dus op zich niet fijn in de zin dat hij niet doet wat hij belooft. Maar als je hem als ander product, dus als compact powder gaat gebruiken, dan is hij voor nu wel heel erg fijn. Met de first impressions. Dan gaan we over naar dit palet. Deze was trouwens €1,99 en deze ook. Vergat ik erbij te zeggen. Shape kleuren en blush kleuren. Ik ga eens eventjes de pigmentatie testen hiervan. Ja, even mijn mouw omhoog. Nou, dat ziet er in ieder geval goed uit. Op de arm valt hij dan toch een beetje weg, helaas. Dit zijn ze. Pigment is prima, maar ook denk ik wel op te bouwen. Althans, op mijn arm kon ik het heel erg opbouwen. En dat is heel erg prettig. Ik ga gauw even over naar de shape kleuren. Die doe ik even op mijn hand. De concealer zit er nog boven, maar je ziet hier van boven naar beneden en daaronder... Hier aan de zijkant de concealer. Redelijk goed. Niet eens zo heel erg poederig. Prima pigment. Ja. Kan er weinig anders van maken. Ik ga lekker even wat shapen. Ik pak daarvoor ook een Zoeva kwast. De 127 Luxe Cheek. En ik ga in die donkerste kleur zitten. Er liggen hier allemaal afgebrokkelde stukjes nagellak. Ik ga in die donkerste kleur. Oeh, kijk. Dat poedert wel. Dus ik zie dat ik in mijn palet. Goed aftikken dan. En dan ga ik een C'tje aanbrengen. Ik begin dan hier. Oeh, jongens. Minder aanbrengen dus, duidelijk. Ik heb 1 kant aangebracht. Het is iets te gepigmenteerd. Het is heel erg bam, knal. Maar als je weet hoe je daarmee moet werken, dan denk ik dat het wel meevalt. Je moet ook gewoon goed aftikken en heel voorzichtig zijn met aanbrengen. En op zich doet hij het dan prima. Het is wel niet dat er geen pigment vandaan komt. Daar kun je hem niet verwijten. Ik ga even de andere kant ook doen met iets meer voorzichtigheid. Ik heb deze kant ietsjes voorzichtiger aangebracht. Op zich is het resultaat hier wel aardig van... Ja, het is natuurlijk geen Anastasia contour paletje en dat merk je, maar voor €2, dikke prima. Ik ga nog even de highlighter aanbrengen en die breng ik aan met deze kwast van Real Techniques. Op mijn voorhoofd, mijn neus, mijn kin, ja eigenlijk de wangen, eigenlijk alle delen die je highlight. Ik heb een gelige highlighter en een huidskleurige. Ik heb die huidskleurige. Dit is een matte highlighter, dat vind ik in zo'n palet nooit zo geslaagd. Want dat zie je namelijk bijna niet. En ook hier zie je het gewoon niet. Met cream producten werkt zo'n matte highlighter wel mooi. Maar dit is gewoon niet het juiste product voor in zo'n palette. Wat zie je nou bijvoorbeeld dat ik hier een highlighter heb aangebracht?
Ik niet. Nog een beetje meer proberen, maar... Nee. De bronzer is wel geslaagd op zich, maar de shadekleuren niet zo. Maar we gaan nog verder met de blushes. Ik heb echt het idee dat het niet zo heel erg geslaagd is in het totaal. Ik ga deze even aanbrengen met een stippelingkwast, want het pigment is dus behoorlijk. En, ik moet geen clowntje worden. Ik ga in deze ik ga deze koraalkleur proberen. Die vind ik wel leuk. En ook om een stippelingkwast is deze heel erg poederig. Nou, op het gezicht valt het nog best mee. Het pigment dan bedoel ik. Het is nog aardig subtiel aan te brengen. Ik heb de blush even aangebracht. Maar is dat toch? Op zich valt hij nog wel mee. Het is nog wel aardig subtiel aan te brengen. Ik vind hem zelfs best mooi. Anders zal het worden als ik deze twee kleuren ga gebruiken. Dan denk ik dat je echt een clownesk effect krijgt. Maar goed, dat heb ik niet gedaan. Dus dat is niet zo erg. Ik pak nog even die poederfoundation nog een keer. En ik ga nog het een en ander even wat blenden. Want ik vind het veel te opvallend dat ik heb gecontourd. Dit is het resultaat van de gezichtsmake-up. Ik ben semi tevreden. Terwijl je moet wel bedenken dat je dit hele setje voor 4 euro samen hebt. Voor 3 euro, 4 euro samen heb je dit hele gezichtsconcept. Dus niet veel. Dan gaan we over op de ogen. Ik heb oogschaduwbasis aangebracht al. En ik ga deze kleuren proberen. In dit setje zitten dus dezelfde blushkleuren als daarin. En dat is wel jammer, want het laat meteen los als ik hem openmaak, dit dingetje dat erin zit. Snap je wat ik bedoel? Ja, weet ik niet. Ik ga lekker experimenteren met de bruine kleurtjes. De bruine oogschaduwkleuren. Ik ga deze als overgangskleur gebruiken. Die lichtbruine, die in de crease, die donkerbruine en die op het ooglid. Ik pak een blendingkwast van Zoeva en ik ga in die bruine kleur zitten. Ik ga deze trouwens eerst even swatchen, bedenk ik. Maar dat moet ook natuurlijk. Ik swatch even die roze kleuren. Op de vinger ziet het er wel goed uit. Maar op de huid valt het toch weg. Dat is niet zo heel handig gedaan. Hier zijn de kleuren. Nee, we gaan het zien. Ik pak die bruine kleur voor in de crease. Even wat dichterbij, anders ziet deze blinde kip niks. Op zich doet hij het op het oog wel goed. Die kleur zit erop. Ik ga dit over naar die donkerbruine kleur. Dan pak ik een iets kleiner kwastje. Tik ik goed af. En dan ga ik die in de crease doen. Ik heb nou die donkere kleur in de crease aangebracht. Net iets onder die lichtere kleur. En pigment is hier heel goed van. Precies goed. Niet dat het zeg maar zo'n knalbam, knalvolume dingen is dat er bijna niet meer mee te werken is. Maar ik vind hem wel echt goed. Ik heb wel echt mooie diepte gekregen in mijn crease. En ze blenden ook fijn over in elkaar, die lichtere kleur en die donkere kleur. Gaan we nog naar het ooglid en daar ben ik wel benieuwdste naar. Het meest benieuwdste, is dat een Nederlands woord? Geen idee. Kijk hem gaan. Ziet hem gaan, kijk. Ja, het is mooi. Even de ooglook afgemaakt in de zin van dat ik... mooi alles in elkaar heb overgeblend. En die lichte roze kleur even in mijn ooghoekje heb aangebracht. En onder mijn wenkbrauwen. Over de oogschaduw ben ik heel tevreden. Ze blenden goed. Hebben mooi pigment. En zeker voor die 2 euro dat je voor dit hele setje betaalt. Ben ik echt heel erg tevreden. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ga even de eyeliner opbrengen. En dan ben ik zo bij je terug met de mascara en de lippenstift. Ik heb de eyeliner even opgebracht. Gewoon van Essence, die vind ik prima. Ze hadden ook andere eyeliners. En ik dacht eigenlijk dat ik die had meegebracht. Maar ik kwam er dus net 10 minuten geleden achter dat het dus helemaal niet was. Anyway, de mascara.
Fat Lash Fiber. Dus hij zou verlengend moeten zijn. En je hebt een stap 1 en een stap 2. Stap 1 is inderdaad een witte mascara. Ik hou er nooit zo van. Meestal krijg je de grijze wimpers van. Maar goed, we gaan het zien. Oh, dit ziet er goed uit. Als we nou straks ook nog intens zwart worden. Dan ben ik blij. Zo, die. Dan ben ik heel erg benieuwd of die zwarte eroverheen dan ook zo goed is. Ik heb wel het idee dat dit soort dingen een beetje uit zijn. Die witte mascara eerst en daarna zwart. Nou ja, weet je, als het werkt, werkt het. Dat is het probleem niet. Kom maar niet van die bruine veeg hier af. Ik heb allemaal een keer een blend gedaan. En die bruine vleeg, die blijf je toch hier zien zitten. Anyways, we gaan over op het zwarte gedeelte, stapje 2. En dat is hopelijk gewoon zwart, ja. Gewoon zwart. En dan gaan we. Zo, lekker. De mascara zit erop. Ik werd even afgeleid door iets. De mascara zit erop. Ik ben echt heel erg tevreden. De lengte, ze zijn echt super lang geworden. Volume niet echt, maar dat belooft hij ook niet. Hij belooft je wimpers lang te maken. En als je hier een volume mascara overheen doet, dan heb je echt mooie wimpers. En dat voor 1,50. Ik ben hier even flabbergasted by. Echt heel erg mooi. De lippenstift. Even kijken waar heb ik ze gelaten. Ja, hier. Ik zit even te kijken welk kleurtje ik op ga doen. Gaat het die worden of gaat het die worden? Even kijken. De rest van de look is redelijk neutraal. Dus ik ga toch voor de wat sterkere. Dat vind ik altijd zo jammer aan de Action. Die doen dan hun lippenstiften zo. En ik ben dan een mol bezig. Ik mol dan altijd mijn lippenstiften. Ik vind het fijner als je die hulzen er helemaal in kan draaien. De verpakking voelt wel goedkoop aan. Dit is Pastel Pink. Kleur 302. Maar Pastel Pink heeft wel een goed pigment. Je ziet het niet zo goed, denk ik, omdat het een lichter kleurtje is. Oh, alhoewel. Heel erg romig voelt het aan. En dan hebben we kleur Hot Pink. Wat origineel. 314. Ook hier is het pigment echt goed van. De pigment, de dekking. Ik ga voor deze op de lippen. Dat vind ik wel leuk. Zo. Ik was flabbergasted bij de mascara. Maar ik ben daar ook bij de lipstick. Van de lipstick. Flabbergasted van. In ieder geval. Deze vind ik ook echt super goed. Het pigment is echt rete een veeg. En het zit erop. Hij voelt lekker aan. Hij voelt comfortabel aan. Het is een mooie kleur. Jezus. Ik weet gewoon even. Ik ben echt even onder de indruk. Zowel van de lipstick als van de mascara. Dit was mijn review. Ik herhaal nog even alle producten. Concealer, hartstikke goed. Foundation valt tegen. Nou ja, voor 1,50 wat kan het dan tegenvallen? Nou, de gaten zijn te groot en hij dekt niet. Maar hij matteert wel mooi. Paletje, concealer of contourpaletje. Je moet even weten hoe je ermee moet werken. En even heel voorzichtig aanbrengen. Dan is hij goed. De blushes zijn ook leuk. Neem aan dat hier de blushes dan ook leuk van zijn. De oogschaduw is heel erg goed voor de prijs. De lipsticks zijn super. En de mascara vind ik ook echt heel erg goed. Ik ben positief verrast door deze nieuwe make-up voor de Action. Ik wil je bedanken voor het kijken. Heel graag een duimpje omhoog. Dan zo, een duimpje omhoog. Abonneren en graag tot de volgende keer. Doei!